Wat wil je nou nog meer, Gina? Ik heb je een nieuw jik gegeven. We zijn deze week al 3 keer uit geweest. Wat is het probleem? Jij, Johnny. Soms ben je dagen zoek en dan ineens ben je er weer. Ik kan nooit op je rekenen. Ja, ik moet toch werken om dat allemaal te betalen? Oh ja, en wie zegt dat je intussen niet met andere wijven uitgaat? Daar verdien ik veel te weinig voor. Nou, als je me niet gelooft, vraag het aan een Henny of een Kareltje. Oké, Vlodder, je spel is uit. Meen jij. Had ik jou mooi te pakken, hè? Net echt, hè? Die politiebadge. Heel leuk, Kareltje. Luister, ik ga naar het toilet en dan wil ik dadelijk wel een echt antwoord hebben, ja? Zo, die zou ik niet alleen in het bos tegen willen komen. Ach, weet je, ze heeft me 1 keer met de beste vriendin betrapt en nou vertrouwt ze me ineens niet meer. Vrouwen, zeg, iets anders. Hier, ik heb nu wereldhandel, paspoorten, rijbewijzen, overjaarkaarten, voetbalpasjes niet van echt te onderscheiden. Groot geld. Nou, dat zal ik eigenlijk wel nodig hebben om het weer goed te maken. Ik haal even 2 pilsjes en dan bespreken we zo de details. Niet weglopen, hè. Hey, Vlodder, meekomen. Hou daar nou eens mee op. Op. Ja, ophouden. We zijn nog niet eens begonnen, inspecteur de Jong. Je gaat mee naar het bureau. Waarom? Ik heb niks gedaan. Mooi, hou we zo. Om s'avonds weer te spreken. Kom mee. Wat is Johnny nou weer? Nou, ik kan het wel weer raden. Meneer zit zich vast weer ergens te vermaken. Ah. Wij willen namen. Nou, is goed. Een telefoonboek, dat past van de namen. Als ik jou was, dan zou ik maar meewerken, Vlodder. Wij hebben hier een heel dik dossier van jou. Genoeg om je voor 1 jaar buiten huis te plaatsen. Had jij afgelopen zomer niet, hoe heet dat, vakantiewerk bij dat zwart geld wisselkantoor in de Breestraat? Is dat zo? Ik kan me niet... Van wie kreeg jij je orders? Ach, dat is al zo lang geleden, ik kan me dat echt niet meer herinneren. Ik wil de namen van de grote jongens. Wij zitten bovenop een netwerk van internationaal opererende criminelen en Zonnedaal speelt daar een belangrijke rol in. Sorry, ik zou het echt niet weten. Kijk. In ruil voor een paar bruikbare namen zouden wij natuurlijk wel het een en ander door de vingers willen zien. Wat zou je er bijvoorbeeld van zeggen als wij die zaak van die speelautomaten weer eens openden? Er ontbraken in der tijd een heleboel druiven en kersen en de vingerafdrukken op de rest van het fruit die lekker verdacht veel op die van jou. En voor jouw rol in die gestolen bouwmaterialenaffaire krijg je toch al gauw 4 maanden. Tenzij jij nu een paar namen ophoest. Als ik ze zou weten, dan gaf ik ze nog niet. Weet je wat ze doen met jongens die hun mond voorbij praten? Oh, je bent bang dat je vriendjes boos worden. Ah, nou, als dat je probleem is, dan kunnen wij wel helpen. Oh ja? Hoe dan? Nou, geven we je gewoon een andere naam. Geef je een ander huis, nieuwe kleren, geld, heel veel geld. Nou, ik weet het niet. En je kan je familie meenemen. Misschien willen jullie wel naar het buitenland. Zuid-Amerika, niemand die je daar kan vinden. Wij zorgen voor alles. Je begint gewoon een nieuw leven. Dus in ruil voor wat namen krijgen wij een vakantiehuisje en een creditcard. Kijk, ik kan natuurlijk wel deze beerput gaan openen, maar dan kan je vanmiddag al je cel betrekken. Of je laat 3 namen vallen. Een pin? Deze heeft een overbuur. Mag mensen niet allemaal weggooien? Hier, boterhammen. En hier dan? Wat de staafjes die nog maar in 1 kast zijn gebruikt. Jongens, niet schrikken. Dit is inspecteur De Jong. Johnny, ik heb nooit wat gezegd over je keus van vrienden. Even wachten, maar dit is wat anders. Dit zullen jullie leuk vinden. Ik heb met inspecteur De Jong een leuke deal gemaakt. Een deal met de politie? Ja, ik had iets dat zij graag wilde hebben. Kan ik me niets bij voorstellen? Johnny hier heeft ons een paar namen toegespeeld van zware criminelen. Doe maar. En in ruil daarvoor vergeten wij wat misstappen van Johnny en de familie. Leuk, maar daar zal je er niet veel meer aan hebben, jongen. Je weet wat ze met verklikkers doen. Die leggen ze om.
Maak je daar maar geen zorgen over, maar er is overal aan gedacht. We krijgen een nieuwe identiteit. Een wat? Een nieuwe identiteit. Een nieuw huis, nieuwe naam, nieuwe kleren. Heet gek, nieuwe kleren. En geld. Als we willen kunnen we zelfs op de Bahama's gaan wonen. We beginnen gewoon opnieuw. En de politie hier die trakteert. Over mijn lijk. Ik heb het hier erg naar mijn zin en ik ga niet weg. Ja, ik denk dat u geen keus heeft, mevrouw Vlodder. Als wij dadelijk de eerste bendeleden gaan oppakken, kan er een represaille volgen. Dan wordt het een beetje druk in de straat, bedoelt u. En dan moeten wij weg zijn, want het is met die gasten slecht kerst eten. Kees, wat is er gebeurd? Oh, de tennisclub. Ik wou meedoen met de damesdubbel. Maar we hebben geen keus. Eigenlijk wil ik hier niet weg. Maar ja, als mijn jongens overhoop worden geschoten, dat is ook weer zoiets. Ja, er is natuurlijk een andere mogelijkheid. Dit nog mogen meemaken. Ze verhuizen echt. De Vlodders gaan weg. En zo plotseling. Ik dacht dat ze nooit zouden weggaan. Ik heb snel mijn fototoestel gehaald. Dit is de mooiste dag van mijn leven. Als je maar weet dat ik vanavond weer gewoon in mijn nest wil liggen, Johnny. Ja, mama, nou even meespelen. Het moet wel echt lijken. Mensen, daarbij de ballen. We hebben gelachen. Als jullie ons mochten missen, we zitten ergens in de Stille Zuidzee in polygamie. Precies. 10 vrouwen de man. Dat doen ze niet zo moeilijk. We zijn blij dat jullie vertrekken. Wordt het hier eindelijk eens rustig. Zal mij benieuwen. Nou, ik zal blij zijn als de nieuwe bewoners er zijn. Dan kunnen we dit hoofdstuk snel afsluiten. Ik ben blij dat de nieuwe bewoners er alweer zo snel intrekken. Ze zijn al de hele middag bezig met inrichten. Waarom die haast? Met die krakers tegenwoordig kan je je huis nog geen moment leeg laten staan, dat weet je toch. Voor je het weet zit er weer zo'n zootje ongeregeld in. Ed! Dat zijn ze! De nieuwe buren! Ed! Wat voor mensen zijn het? Ik denk dat wij ons erg hier wel zullen gaan thuis. Zeg, Johnny, weet je wel zeker dat dit ons huis is? Maar de buren die kijken, ik heet nu voorlopig Jan, weet u nog wel? Waar is whisky eigenlijk? Of hoe noemen we hem nu weer? Sherry? Sherry? Toch wel knap wat ze allemaal kunnen met wat make-up en zo'n pruikje. Gelukkig. Dit lijken me keurige mensen. Onze problemen met de Vlodders zijn verleden tijd. Oh, te gek. Een open haard, lekker fikkie stoken. Nou, ik heb even een slok nodig. Dat had je me er niet bij verteld, Johnny. Moet je zien wat ze met ons huis gedaan hebben. Het was de Bahama's of dit, ma. En moet ik deze dingen dragen? We moeten een beetje in de buurt passen, Kees. Het is maar voor even. Ja, voor hoe lang dan? Ik vind het maar truttenkleding. Kijk eens aan. Daar is de familie. Alles naar wens. Als je maar weet dat je dat er zelf weer kan afhalen. Luister, alles gaat perfect volgens plan. Jullie zijn nu volkomen veilig. Iedereen hier in de buurt denkt dat jullie de nieuwe bewoners zijn en dat de familie Vlodder naar de Stille Zuidzee is vertrokken. Ik wil naar huis terug. Dan zult u nog even geduld moeten hebben. Wij zijn druk bezig de boeven in te rekenen, maar dat kan nog wel even duren, want ze houden zich schuil. En wat als ze hier komen, die boeven, om ons om te leggen? U hoeft niet bang te zijn. U bent tenslotte nu de familie Schuursma.
En bovendien, ik heb voor alle zekerheid nog een extra patrouille ingezet om een oogje in het zeil te houden. Dus ik zou zeggen, geniet van uw nieuwe identiteit. Iedereen heeft een creditcard, dus het moet toch lukken om daarmee de komende dagen door te komen. En een lidmaatschapskaart van de tennisclub met mijn foto erop. Nou, wat let je, Karel Schuursma. Gezellig. Nou, het is heel belangrijk dat alle leden van het gezin zo snel mogelijk in de buurt worden opgenomen. Met die zeikmeubelen hier kan je mij meteen opnemen. Ach, maar u moet het zien als een toneelspelletje. Volgende week zitten we weer op onze eigen stoelen. En ik ben tenminste met de kerst thuis, toch? Als we de kopstukken achter de tralies hebben, worden alle aanklachten tegen uw zoons ingetrokken. Wat is hier aan de hand? Waar is de familie Vlodder? Kan ik u misschien helpen? Ik ben de makelaar van de familie Schuursma. Ja, maar ik begrijp het niet. Hier woont toch de familie Vlodder? De familie Vlodder woonde hier. Maar helaas, ze zijn verhuisd. Ik dacht naar de Stille Zuidzee. Verhuisd? Ja, maar dat kan toch niet? Dan hadden ze mij toch wel. Ik geloof niet dat ze vandaag met het vliegtuig vertrekken. Ik moet direct naar het vliegveld. Misschien dat ik ze nog kan inhalen. Dat vind ik toch nog wel geinig. Die Shaggy kan soms zo zeuren. Zijn we daar tenminste ook even van verlost? Nou, ik wens u veel plezier in uw nieuwe leven, hè? Goeiedag. We wilden even kennis maken. Ik ben uw buurvrouw. Tilly Neuteboom. En dit is mijn vriendin, Els van der Boogaard. Ik weet dat u het natuurlijk heel druk heeft, zo'n eerste dag. Maar misschien dat u dadelijk bij ons een kopje koffie wilt komen drinken? Koffie? Heeft u niet iets sterkers? Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat u met zo'n verhuizing er ook wel aan toe bent. We hebben uiteraard ook wel wat anders. Wat u maar wilt. Ik kan wel iets gebruiken. Jongens, ik ga even met deze dames mee. Tot straks. Goeiedag. Welkom in de straat. Misschien dat je het leuk vindt als we je de wijk even laten zien. Ik bedoel, tussen het verhuizen door. We hebben een auto, dus... Daar heb ik wel zin in. Ik heet... Pam. Pamela. Zo, die is ook weer tevreden. Waar is Kees aan? Zo, servus. Jongens, nog een rondje. Deze keer betaling. Wat doe je al de hele tijd, kerel? Nee, mijn naam is Karel. Goed? Karel. Maar nou moet je me toch nog eens vertellen. Hoe zat het nou met die bekken? Oepsie de poep, sorry. Zeg maar ons rekening. Die bekken staat volgens mij zo. Oepsie. Dat is weer van die nieuwe buren. Sorry. Als je het mij vraagt, waren we beter af met die Vlodders. Johnny, ja, hij zou ook meedoen. Maar ik heb hem sinds vanmorgen niet meer gezien. Ik heb hem verschillende keren bij hem thuis gebeld, maar de telefoon is afgesloten. Wat te lachen, broer? Ja, ik heb tegen jou brillenkop. Als je hier bent om een encyclopedie te verkopen, zit je hier verkeerd. Tenzij je zelf in 26 delen naar buiten gedragen wil worden. En nou is hij weer spoorloos, zonder iets tegen mij te zeggen. Laat die jongen toch barsten. Die jongen is jou niet waard, weet je dat? Hij laat ook niks van zich horen, hè. Al was het alleen maar een telefoontje van ik kom later of zo. Als ik die jongen te pakken krijg, dan... Ik weet het, op jou kan ik altijd rekenen. Misschien heeft die Johnny het wel heel erg druk. Zeg, wat bemoei jij je mee, Vlaskop? Ach, laat hem maar. Of die Jehovah getuigen jullie ook al lastig? Ja, hij komt er ineens met zijn grote dikke bek tussen zitten. Jongens, jullie zullen wel lachen. Maar ik ben het verkeerd café binnengestapt. Inderdaad. Kijk of je er zelf ook om kan lachen. Oh.
snelle kan rijden. En dat voor een tandartsassistente. Ach, soms is ze haastig. En dan moet je wel. En nou? Wat gaan we nou doen? En nu mag iemand anders rijden. Ah, Johnny, daar ben je. Waar was je eigenlijk? Ja, waar was je? Ik heb vandaag tennis. Alle ballen in het net. Allemaal. Geen ene naast in het zonnog verloren. Kun jij dat begrijpen? En ik heb ze hiernaast leren klaar voor jassen, maar ze kunnen er nog niks van. Kun jij deze misschien voor mij verzilveren? Ma, ik wil er eigenlijk gewoon mee kappen. Al het gedoe met die brillen en die pruiken en die kleren, dat lijkt me toch niet zo'n goed idee. Ja, nou moet je eens goed luisteren, Johnny. Dat was toch jouw idee? Ja, maar mijn eigen vrienden herkennen me niet eens meer. Dat was toch juist de bedoeling? Dat is wel zo, maar Gina die begint het nou met anderen aan te leggen. Dat had je dan eerder moeten bedenken. Lekker rietje, zeg. Wat zouden jullie ervan vinden als we gewoon weer ons eigen werden? Dus weg met die zieke bedoeling, alles weer zoals eerst. Nee, ik vind het wel geinig zo. En we zijn Sjaki tenminste even kwijt. Morgen doe ik mee met de dames dubbel. Van nu ben ik lid, nu mag ik. Ik vind het ook wel prima zo, Johnny. Jij niet dan? En moet de politie niet eerst die boeven inrekenen? Dag 21. Zo, kijk eens. Dank je wel. Had u verder nog wat gewenst? Nee, maar dank je wel. Ja, je moet nu even naar me luisteren. God, jij bent het weer. Jeffrey! Nou, Gina, ik ben het, Johnny. Kijk dan. Ik heb dat jack nog voor je gekocht. Gisteren was ik opeens weg, weet je nog? Jij was boos. Hé, hey, Faf. Ik was boos. En dat word ik weer, jochie. Wacht even, Jeffrey. Volgens mij is het echt Johnny. Wat? Is dit die stoere bing waar jij het altijd over hebt? Als jij Johnny bent, waar zijn we daar naartoe geweest op ons eerste afspraakje? Ja? Harengevechten bij Blink Foo. 400 piek geworden. Johnny? Kom, ik zal het je allemaal uitleggen. Zeg, vind jij die gast eruit zien als een stoere bink? Dus daarom draag ik een pruik totdat ze de boeven gepakt hebben. Simpel. Goed, klinkt allemaal wel leuk, Johnny. Maar hoe werkt het wat je zegt wel helemaal waar is? Ja, ik zeg het toch. Ja, maar wat ken ik je nou eigenlijk? Misschien zie je er altijd wel zo uit. Ben je getrouwd, heb je kinderen? En verkleed je in het weekend als Johnny en ga je met mij naar? Ja, als we zo gaan doen, dan mag jij meteen vertellen wie de klerenkast is van daarnet. Jeffrey? Ja. Dat is mijn broer. Je broer? Zie je wel dat je niks om me geeft? Je luistert nooit naar wat ik zeg. Ik moet altijd naar jouw verhalen luisteren als ik eens wat vertel. Dus dat was je broer. Jeffrey had gelijk, ik had gewoon naar hem moeten luisteren. Volgens mij worden we gevolgd. Oh ja, tuurlijk. Maak het maar spannend. Geloof je toch niet meer? Stop het, Johnny. Laat me eruit. We zijn bijna thuis, Tina. Daar is de politie die houdt ons huis in de gaten. Hou er maar op. Trap het toch niet meer in. Politie, waar zijn die gebleven? Laat maar, trap er toch niet meer in. Denk je dat ik dit allemaal zit te verzinnen? Moet je maar eens meekomen naar binnen. Wat krijgen we nou? Ik weet niet waarom je dit allemaal doet, Johnny. Maar als jij graag in dit soort kleren wilt rondlopen, is dat jouw zaak. Maar dan moet je niet tegen mij liegen, ja. Bekijk het maar. Die meid heeft karakter. Niks voor jou, Johnny. Wat is er nou aan de hand, man? Waarom heb je je gewone kleren weer aan? Waar is de politie? Oh, die waren ineens weg en wij hadden het ook wel een beetje gezien. Kreeg uitslag van die pruik.
Kees, bukken! Oké, pas dan. Laat vallen dat pistool. Ik heb hem inspecteur. Hij achtervolgde me, had ons bijna omgelegd. En, wat bleef hier nou, hè? Zo, ik kon vertellen dat we zojuist de hele bende hebben ingerekend. 15 man sterk, bij de overslag Zuid. Dus iedereen kan weer opgelucht ademhalen. Nou ja. En deze dan? Deze hebben jullie zeker laten ontsnappen, hè? Staat bovenop Mielen. Zie je dat pistool? Wat is dat? Je hebt per ongeluk mijn bril meegenomen, weet u nog? Daarnet, in de cafetaria. Daarom had ik zo'n koppijn. Had je dat nou niet even kunnen vertellen door de telefoon of zo? Dat jullie bezig waren om die boeven in te rekenen? De hele operatie is topgeheim, dat weet je. Nee, je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Iedereen, je luistert iedereen af tegenwoordig. Maar het is goed afgelopen. Dus ik zou zeggen, ik ga maar weer eens. Mevrouw, Kees, Tony. Mij hoor je niet klagen. Ik heb nog een aardige tijd verdiend met klaverjassen. Ma, ze hebben op de tennisbaan mijn creditcard doorgeknipt en er staat nog een rekening van 60 gulden open. Kan ik wat lenen? Nou, Kees, eerst binnen maar eens opruimen. Al die rotzooi die ze daar gemaakt hebben. Gina. Hey, Johnny. Jou hebben we gemist. Wat zat jij al die tijd? Ach, je kent me her en der, hè? Ja, vast. Her en der. En met wie? Hoe bedoel je met wie? Nou, Gina zat al die tijd hier, dus jij had even vrij af, hè? Nou, als je het echt wel weet, het was een roodharig en ze kon niet van mij blijven. Ze was aan het liften en ze wou wat van de wereld zien. En? Ik heb hem meegenomen naar mijn kamer, toen heb ik er even wat anders laten zien. Dus dat was het, hè, Johnny? En ja, maar opsnijden over de politie. Hè? En over hoe je met de familie moest onderduiken. En hoe de hele onderwereld achter je aan zat. Ja, maar Gina, dat is ook echt waar. Ik moest alleen even iets verzinnen dat de jongens zouden slikken. Je praat je er niet meer uit, Johnny. Wat mij betreft is het uit. Als je liegt, moet je het wel goed doen. Dame was een beetje boos, hè? Ja, ik heb het goed verpest, joh. Zag ik dat nou goed? Liep ze met die Jeffrey de deur uit? Hé, hey. Oh ja, dat is de broer. Zei ze dat? De broer? Gina, heb helemaal geen broer.